Er heerst verslagenheid bij het Groninger politiekorps. Vanmorgen vroeg overleed het oudste politiepaard van Groningen. Het dier, Fulco genaamd, reed met zijn bereister vanaf de Grote Markt naar de Poelenstraat om assistentie te verlenen bij een vechtpartij. Ze waren onderweg en terwijl ze onderweg waren, direct in het begin van de Poelenstraat, ja, stort hij van achteren in elkaar en gaat liggen. En een collega die erop zit, die komt er nog met het been onder. Ja, het is eigenlijk nog wat gespartel, om het maar even zo te zeggen. En het is gebeurd. Hij is gestorven in het harnas, zoals dat zo mooi heet. Fulco hier op de foto was met zijn 24 jaar het oudste paard van de levende haver van de regiopolitie Groningen. Hij was 20 jaar in dienst. Er was al een rusthuis voor hem geregeld. Doodzonde dat hij dat niet gehaald heeft. Dus, ik ben bezig met vervanging, want we zeggen van ja, hij is oud, hij is aan rust toe. Als je meemaakt op straat en hier, dan zeggen we nou, de beest dat heeft nog zoveel energie. En dat is ook zo. Dus we hadden ook geen enkele aanleiding om te vermoeden dat hij ziek was of een hartafwijking. Helemaal niets. En het is in één keer pasboom. Medewerkers van de brandweer hebben het politiepaard opgetakeld. Het dier is overgebracht naar de politiestallen aan de Zondweg in de stad.